De burgemeester van de gemeente Heumen, Mariette Mietendorf, heeft 3 lintjes uitgedeeld aan nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau. Het eerste kruisje is uitgereikt aan Jan Uijen uit Nederasselt, die het totaal niet aan zag komen. In eerste instantie was hij wel terughoudend. Ik had er nooit op gerekend. Het was ook mijn wens om er helemaal niet aan mee te werken. En dan sta je daar en dan gebeurt het, hè? Dan overkomt je het. En dan wil je het ook niet meer teruggeven, ook niet hoor. Uijen kreeg het lintje voor zijn decennia lange betrokkenheid bij de gemeenschap. Ja, gewoon vrijwilligerswerk. Gewoon met de handen werken en niet te veel praten en gewoon doen. Dat zijn de dingen die ik graag altijd gedaan heb. Het is natuurlijk altijd leuk als iets wat je gedaan hebt, dat het ook de aandacht krijgt die de anderen zeggen dan dat het verdiend is. Ik vind het normaal, maar de anderen zeggen dat het verdiend is. Maar goed, dat zijn dingen die overkomen je. En dan, als je dan hier staat, ja, dan wordt het toch wel eventjes anders natuurlijk. Een tweede lintje was voor Henk van den Heuvel uit Overasselt. Ook hij zag de onderscheiding niet aankomen. En als ze dan dus zo hier de inrit in komt lopen met de wethouder en fotografen erbij, dan begint het zweet me eigenlijk een beetje uit te breken. En dat is ook gebeurd, want ja, leuk, fantastisch. Van den Heuvel verdiende het lintje aan onder andere zijn activiteiten en vrijwilligerswerk binnen de kerkgemeenschap. Ik voel het als een beloning. Een beloning van het vrijwilligerswerk wat ik heb gedaan. Ik vind het ook fantastisch als mensen daarin gewaardeerd worden. Ik ben heel trots. Ik ben heel overrompeld. Want dit had ik dus nooit verwacht. John van Zuidam mocht het laatste lintje van de dag in ontvangst nemen. De 2 grote lijnen uit zijn loopbaan zijn wetenschap en jazzmuziek, voor welke hij beide veel heeft betekend. Ik was toch echt wel een beetje ontroerd. Omdat je toch een beetje loon naar werken krijgt, hè? Ik zie het altijd, ik heb het altijd gezien als een soort voorrecht dat je, ja, dat je een aantal dingen voor de samenleving mag betekenen en voor de mensen. Van Zuidam bedankt in het bijzonder zijn vrouw, zonder wie hij naar eigen zeggen deze onderscheiding niet verdiend zou hebben. Tot op de dag van vandaag is dat een tandem wat gewoon niet stuk kan. En dat moet ook, want je kan alleen maar dingen doen voor de samenleving als je weet, ik kom terug thuis en daar heb je een hechte basis. Alle 3 de nieuwe dragers van het kruisje zijn trots en vrolijk verrast, maar blijven er gewoon onder. Ik heb ook nooit de gedachte om met de borst vooruit te lopen. Nee.